We zijn bezig met te kijken, ook binnen gemeente Bunschoten, naar de verwerking van ons afval. Zeg maar, ons huisafval. Ja. Er zijn verschillende stromen in. En we praten hierover met wethouder Rieder van de Groep en met Wouter Hopman. Hoe ontstaan die stromen? Die stromen ontstaan omdat wij met z'n allen natuurlijk gewoon producten gebruiken, allerlei soorten producten. En uiteindelijk blijft er dan afval over en dat moet in de afvalcontainer. Nou, in de gemeente Bunschoten, maar eigenlijk wel in heel Nederland, doen wij natuurlijk aan het scheiden van afval in de bron, bij de bron. Dus daar waar je het gebruikt, daar waar je het weggooit, het is de bedoeling dat je het daar ook scheidt. De gemeente Bunschoten kent 10 wijken als het gaat om het ophalen van afval. Op bepaalde en gezette tijden, burgers weten dat, wordt het afval opgehaald. En het afval wordt in Bunschoten opgehaald door het bedrijf Düsseldorf. Ik wil wel iets meer vertellen over de verschillende stromen van afval die er zijn. En het grote belang om die te scheiden. Nou, het eerste grote belang is natuurlijk het hergebruiken, het recyclen van spullen. Het is altijd goedkoper en altijd beter voor het milieu als je de stoffen eruit haalt uit het afval en die hergebruikt. Nieuwe stoffen, nieuwe grondstoffen aanboren is altijd duurder en voor het milieu altijd slechter. Nou, dat is het grote voordeel van recyclen. Nou, hoe doen wij dat nou in de gemeente Bunschoten? Denk eerst eens even aan de blauwe container, die kennen we allemaal. Hè? Daar gaat papier, karton, al dat soort zaken gaat daarin. We zien ook allemaal, en ik denk dat de inwoners van de gemeente dat ook wel herkennen, dat die container bijna iedere keer gewoon vol zit. Hoe is het mogelijk? Maar zoveel papier wordt er dus opgehaald. Moeten we goed begrijpen, dat komt dus niet meer in het restafval. Dat wordt dus niet meer verbrand. Wat vroeger wel gebeurde. Veel mensen brachten het natuurlijk naar kerken en scholen, maar ook heel veel deden dat niet. Nou, dat is de eerste grote winst. Daarnaast hebben we GFT, de GFT-container. Dat is de bruine container. Wat betekent GFT? Groente, fruit en tuinafval. Dat betekent het dus. Alles wat groen is, mag daarin. We zullen straks even goed laten zien, nog een keer, van wat is nou de bedoeling wat er in de GFT-container gaat. Dat wordt apart afgevoerd en dat wordt weer verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Vaak ook grondstoffen die weer in de grond, dus in de aarde verdwijnen. Zeg maar het verrijken van de grond. Dan hebben we natuurlijk de plastic stroom. Die kennen we ook allemaal. Dat is een hele tijd heel goed gegaan en het gaat eigenlijk nog redelijk. Maar het kan veel beter. Echt veel beter. Op gezette tijden worden er sorteerproeven gehouden. Dat betekent dat er uit onze gemeente een aantal containers apart worden gehouden. En dan wordt er per container gekeken, wat zit daar nou nog in? Wat zit er nog in? Aan glas? Wat zit er aan textiel? Aan plastic? Nou, aan papier helaas ook nog. En wat zit er nog in aan groente, fruit en tuinafval? Dus al die stromen die wij heel gemakkelijk kunnen scheiden. En dan moet ik zeggen dat dat hier en daar nog wel eens tegenvalt. Zeker als we dat zien hoe dat in de regio gebeurt. Nou, we zijn best goed bezig met z'n allen. En we weten dat er ook mensen zijn die er heel secuur op zijn. Waar bij wijze van spreken nog geen flintertje plastic bij het restafval komt. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar het kan wel beter. Ja. Waar kunnen de burgers, zeg maar, die zakken voor het plastic, waar kunnen ze die halen? Die kunnen ze halen op het gemeentehuis, bij het aanbiedstation. Bij de supermarkten de Jumbo en op dit moment bij de 2 supermarkten die Albert Heijn zijn geworden. Daar kun je ze halen. En het is belangrijk om te zeggen dat die zakken gratis zijn. Die kosten niet. Plastic zakken van u? Ja, ga ik ze even pakken. Momentje. Kijk eens, alstublieft. Wat kost dat? Helemaal niks. Dank je wel. Dat mag je zo meenemen. Graag gedaan, dank je. Alstublieft. Ja. Oké, dus de zakken zijn te bekomen. Vrij simpel. Gratis en voor niks. En houd het gescheiden. Ja, alsjeblieft. Want in het vervolg van deze reportage zullen onze inwoners ook zien dat iedere kilogram restafval, die dus niet gescheiden is, daar moet iets mee gebeuren. Nou, in het algemeen wordt dat verbrand. En dat levert dus ook kosten op. Want dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus los van wat ik zojuist vertelde, het voordeel voor het milieu, is er een enorm voordeel voor de portemonnee. Als mensen goed scheiden, blijft er een hele kleine fractie restafval over. En daar zit de grote kosten in. We zijn hier in Amersfoort bij de ROVA, meneer Tilkema. Wat betekent eigenlijk de afkorting ROVA?
ROVA staat voor regionale organisatie verwijdering afvalstoffen. En dat geeft al een beetje in de naam weer dat wij met name regiogericht zijn. En hier in Amersfoort, dat is een beetje een buitenpost van ROVA, zal ik maar zeggen. We zijn voornamelijk geconcentreerd in Zwolle en omgeving, IJsselvecht, Urk, Meppel, Steenwijk. En we hebben een vestiging in Winterswijk waar we drie gemeentes bedienen. De regio daar, Aalten en Oost-Gelre zitten er ook nog bij. Nou, komt uit Bunschoten-Spakenburg, komt dus zeg maar de wagen die komt vol hier naartoe. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, wij slaan al het afval over, onder andere voor de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Het afval wordt hier opgebulkt en wij doen dat in grote containers en brengen dat dan naar eindverwerkers toe. En er wordt eerst gewogen? Er wordt eerst gewogen, want we moeten precies weten hoeveel afval er bij ons binnenkomt en waar het vandaan komt. Dus nu achter me gebeurt dat, wordt het afval gewogen wat in deze auto zit. Dat wordt dan zo gelost en dan, als hij dan klaar is, dan komt hij weer leeg over de weegbrug. En dan weten we hoeveel afval deze auto hier gebracht heeft uit Bunschoten-Spakenburg. Oké, okay, we gaan kijken bij het lossen. Prima, ik loop met u mee. We staan hier in een enorme grote hal. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, hier komt echt al het afval binnen, hier ontvangen we het. En dan maken wij er grote hopen van en vullen containers om het dan vervolgens naar de eindverwerker te brengen. Als ik nou kijk naar wat er ligt, hè, hoeveel ton of hoeveel ton in een week bijvoorbeeld komt er nou binnen en wordt er verwerkt? Nou, er ligt nu nog maar een klein hoopje, maar om even een idee te krijgen, we doen hier bij ROVA in Amersfoort ongeveer 300.000 kilo huisvuil per dag. 300.000 kilo per dag? Per dag, dat is dus voor alle omliggende gemeenten, inclusief Amersfoort. Dan die 300.000 kilo, die is dan opgeslagen hier. Wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, wij, zoals ik zei, we slaan het over in grote containers. Wij persen dat. En dan gaat het per twee containers in combinatietransport naar de firma AVR in Duiven. En dan wordt het dan verbrand. En dan wordt de warmte gebruikt om stadsverwarming mee in de lucht te houden in Duiven. Dus het wordt gebruikt om energie op te wekken. Het GFT-afval, dat hebben we nu niet zien storten, maar dat wordt hier ook gebracht. Dat gaat naar de Far in Willem en daar wordt er compost van gemaakt. Dat wordt gecomposteerd en dat wordt dan weer gebruikt als meststof in wat je bij de bouwmarkt kan kopen. Of boeren kunnen dat afnemen of grote tuinbedrijven halen daar ook een compost. En dat wordt gebruikt om de aarde weer van voedingsstoffen te voorzien. Dus dat is een tweede aspect en misschien hopelijk een motivatie voor burgers om te zeggen, ja, ik ga toch nog eens heel kritisch kijken naar mezelf of ik niet beter nog kan scheiden. Gaan we even naar het glas. Dat kun je niet thuis verzamelen en aan de weg zetten. Dat moet je echt mee naar de glasbakken toe. Ja. Hoe belangrijk is ook de scheiding van het glas, maar wit, groen, bruin? Ja, dat is echt enorm belangrijk. Wij worden er ook steeds op gewezen dat het van groot belang is bij de nawerking van glas. Dus glas wordt weer gebruikt, hè, gerecycled tot glas. Dat de kwaliteit van glas enorm toeneemt als je het scheidt. Want als je wit glas wilt maken, ja, dan kan je daar niet groen of bruin glas bij gebruiken. Als mensen dat toch doen en de container is hoofdzakelijk wit, ja, dan zul je zien dat zo'n glasbak dan in feite vervuild is. Zo is het dan. Nou, wat dan verder in de verwerking gebeurt, is denk ik dat er een prognose wordt gemaakt van als we die paar vervuilingen eruit halen, hebben we weer een keurige witte glasbak en kan het gerecycled worden. Ja. Maar iedere handeling die wij doen met dat afval, dus dat voorscheiden wat wij doen, is van groot belang voor het eindproduct. Dat is wel heel belangrijk. Nou staan er op diverse plaatsen in het dorp staan dus die glasbakken. Ja. En als je daar dan komt, ik kom daar zelf ook, en dan zie ik wit en ik zie bruin en ik zie groen. Ja. En soms als er dan mensen om me heen staan die zeggen van ja, ik gooi het er maar gewoon in, want straks komt die auto, die pakt het op en die kiept alles in diezelfde vrachtwagen. Wij hebben dat ook heel vaak gehoord en wij horen niets anders van degene die het ophaalt, hè, dat dat wel degelijk gescheiden wordt, maar dat dat moeilijk te zien is. Dat er compartimenten in die vrachtauto zitten en dat het op die manier gescheiden blijft. Ik denk dat het goed zou zijn dat in deze rapportage daar ook wel duidelijkheid over gegeven wordt. En ja, misschien dat dat lukt om eens een afspraak te maken en eens goed te onderzoeken en ook onze burgers te laten zien, mensen, gescheiden inzamelen van dat glas heeft wel degelijk zin. Nou, ik hoop dat dat lukt om dat ook nog op beeld te krijgen.
Oké. Gaan we nog een stapje verder. De mensen kunnen ook op het overlaadstation kunnen ze zeg maar hun grofvuil aanbieden. Ja. Hoe werkt die stroom? Misschien eens even vragen aan Wouter. Ja, ik denk dat dat goed is dat je dat doet. Ja. Hoe werkt die stroom? Men komt bij de auto met afval wat men kwijt wil op het aanbiedstation. Ter hoogte van het beheerdersonderkomen wordt je staande gehouden. En wordt er gevraagd wat heb je aan boord. Dan wordt er gezegd, oké, dat is als er betaald moet worden met knipjes. Iedere bewoner krijgt een knipkaart en dan kun je dus met knipjes betalen. Is de knipkaart vol, dan kun je naar het gemeentehuis gaan om een nieuwe knipkaart. Je kunt per knipje kun je dus een kaart kopen. Dus niet zo dat je volle kaart moet kopen. Elk knipje vertegenwoordigt een bepaald bedrag. En dat wordt dus ook weer omgerekend. Elk jaar is iets andere waarde. Maar meestal zo rond de 3 euro, zo'n knipje. Dan wordt er gezegd, zit erin? Er wordt eerst gevraagd, oké, is het bruikbaar? Want de eerste container die we tegenkomen, misschien is het goed om een keer te gaan kijken ook daar. Maar de eerste container die we tegenkomen is de container van de kringloop. En de kringloop, daar hebben we een contract mee als gemeente Bunschoten. Alles wat bruikbaar is, dat kunnen zij weer een beetje opknappen en dat gaat in de verkoop. En in tijden die we nu beleven, floreert de kringloopwinkel hartstikke goed. En het is ook echt heel leuk om daar eens rond te lopen. Je ziet er zulke leuke spulletjes dat je soms wel denkt, waarom moet ik nieuw hebben? Dus dat is in eerste instantie al en vandaar komen we het hoekje om. En dan komen we eerst bij containers van klein chemisch afval. Eén verzamelpunt hebben we en dan ook alle deuren die openstaan. Als mensen het niet zelf scheiden kunnen, dat ze niet precies weten. Dan zetten ze het bij de verzamelpunt en de beheerder en zijn helper die sorteren dat dan verder uit. Nou, aan de andere kant hebben we dus hout. Van hout gaan we naar grof huishoudelijk. Dat is dus alles wat niet in de mond van de vuilniswagen of in de kliko kan, maar wel grof huishoudelijk is. Dan komen we bij ijzer. En aan de andere kant hebben we witgoed. We hebben ook containers voor papier staan. Dan komen we bij puin en bouwafval. En dan komen we bij een asbestcontainer. En het laatst komen we bij een kledingcontainer. En daar staat nog een glascontainer. En dan hebben we een glascontainer voor gescheiden flessenglas en we hebben platglas. Dus heb je een raam wat kapot is en die scherven wil je kwijt, die kun je er kwijt op die platglas, in die platglascontainer. Dat is een beetje het rondje boven. En beneden hebben we daar nog een container staan voor PVC, autobanden. We hebben daar een ruimte voor dakleer, een container voor dakleer en dat soort zaken. En dan hebben we nog één hele grote hoek en dan mag al het groenafval, het tuinafval mag er losgestort worden. Want dat is een beetje moeilijk, dus het wordt losgestort en wij knijpen dat dan in een bak en stoppen dat goed aan. En dat wordt dan niet naar de rover gebracht, maar dat gaat naar Van Doorn in Zoest. Daar heeft de gemeente een contract mee en daar gaat dus groenafval heen. En die kan daar weer compost van maken, die maakt er van alles van wat weer ook te gebruiken is. Ons groenafval uit Bunschoten wordt gebracht naar Van Doorn in Zoest. Wat gebeurt er nou hier met ons groenafval? Nou, dat groenafval, als dat binnenkomt, wordt het gekiept bij de shredder. Dan gaat het de shredder in, dan wordt het verkleind. En als het dan verkleind is, dan wordt het gezeefd. En dan krijg je dus twee fracties en dan het houterige materiaal, dat gaat naar de biomassa centrale of wordt gebruikt als dempingsmateriaal en de groencompost die wordt afgevoerd. Ja. Als nou zeg maar het groen dat kan bestaan uit bladeren, uit takken, uit ander soort, wordt dat ook voor de tijd gesorteerd? Ja, de blaadjes die worden apart opgeslagen en de takken die worden verkleind. En dan wordt het compost en hoe wordt dat verder bewerkt? De compost die gaat naar Lelystad en daar wordt het verder gecomposteerd. En het verkleind takhout, dat wordt dan biomassa. Arend, hoeveel ton per dag wordt er ongeveer verwerkt bij jullie? Ja, gemiddeld een paar honderd ton per dag. Dat is behoorlijk fors. Dat is behoorlijk fors, ja. Ja. Je hebt net even genoemd die shredder. Wat is dat voor een machine? Nou, die shredder, daar gooi je de takken in. Er zit een wals in, een rotor met allemaal beitels. En er zitten kammen onder. En dan, doordat die wals er langs die kammen heen draait, trekt hij het hout eigenlijk uit elkaar. En dan krijg je dat het breekt. En als het klein genoeg is, dan valt het naar beneden toe. En dan wordt het door een band afgevoerd. Nog één ding. Er worden ook wel eens bomen gezaagd binnen de gemeente. Die gaan naar het overlaadstation. Wat gaat daarmee gebeuren?
Ja, dat is een stukje geschiedenis. Die bomen die werden vroeger aan kennissen gegeven. Ja, mensen, die burgers die erom vroegen. Op een gegeven moment werd dat natuurlijk een beetje oneerlijk. Want we zijn altijd dezelfde mensen. Dus om iedereen de kans te geven, doen we nu 1 à 2 keer. Dat hangt dus een beetje af van de hoeveelheid hout die er komt. Maar 1 à 2 keer in een jaar is er een gratis afvaldag. We verzamelen die bomen erachter in een gesloten hek. En die liggen daar gewoon. En dan 1 of 2 keer in het jaar, zaterdag, vrijdagsmiddags beginnen we te zagen met die jongens. Doen we het op handzame brokken. En dan, dan is gewoon de aardigheid om zaterdagsmorgens dan om 8 uur te komen. Dan zie je al een rij staan. Soms staan ze tot huben. Dan komen ze tot 12 uur af en aan rijden. En al dat hout wat wij dus klaar hebben liggen, wat gezaagd is, dat wordt opgehaald. Ja, het is groot succes. En heel vaak horen we, wat is toch hartstikke leuk dat dat gratis gaat. Want zulke dingen gebeuren buiten het dorp ook wel. Maar dan moeten ze toch een kleinigheidje ervoor betalen. En is de animo ook een stuk minder. Ja. En ja, wat moet je er anders mee? En nu heeft iedereen er plezier van. En iedereen heeft dezelfde rechten. Dat is dus het leuke ervan. Het is een hartstikke mooie service van de gemeente naar zijn burgers toe, wat dat betreft. Ja, dat is best wel eens leuk om dat te zeggen. Want het is altijd, hoor je van de burger, ja, we moeten overal voor betalen. Maar er zijn best wel dingen, net die gratis huis, die plastic zak is gratis. En nu dat hout is gratis. En er zijn wel meer dingen die je gratis mag brengen. Er zijn best wel hele leuke dingen, ook bij de gemeente, die mogen best eens belicht worden. Oké. Nou, kijken we even naar, zeg maar, de volgende stroom. En dat is eigenlijk een hele beroerde stroom in mijn beleving. En dat is de stroom zwerfvuil. Ja. Nou, dat ben ik van harte met u eens. Ja, dat is een hele beroerde stroom. Want die hoort er eigenlijk niet te liggen, hè. We hebben zojuist besproken wat we allemaal voor inzamelmiddelen hebben. Dus alles, voor alles is een plekje. Maar helaas, mensen voelen zich toch nog niet genoeg geroepen om, zeg maar, onze omgeving echt schoon te houden. En gooien dat dan toch van zich af. En dat is echt voor veel mensen, dat blijkt ook uit onderzoeken die de gemeente doet, hè, een hele grote ergernis. Dat is echt zo. De mensen van Wouter die zijn ook bijna dagelijks bezig om zwerfvuil. Zwerfvuil wat ook naast de bakken belandt, ook in lege bakken. Ik heb vorig jaar daar al eens een keer een rapportage over gemaakt. Gewoon ernaast gesmeten wordt. En dat geeft heel veel ergernis. Het is zo ontzettend jammer. En dat is toch een probleem, want je ziet ook landelijk wordt dat dan nog niet echt onder de knie gekregen. Hè? Er gaan stemmen op, ook in het land, want ik volg dat natuurlijk heel goed, die zeggen ja, dan moet je maar als beloning niet helpt, als alle middelen ter dienste stellen, dus overal afvalbakken, op tijd legen, als dat allemaal niet helpt, voorlichting niet helpt, misschien moeten we dan de kant een keer op gaan, ja, laten we dan maar bekeuren, laten we er dan maar controle op zetten en zeggen van nu zijn we er klaar mee. Nou, in de gemeente Bunschoten zijn wij bezig met een handhavingsnota, waarin ook dit aspect best een rol krijgt. Daar moet de gemeenteraad nog over besluiten hoe wij daar in de toekomst mee om moeten gaan. Maar ik sluit niet uit dat het een keer zover moet komen dat iemand die de spullen van zich afgooit in de openbare ruimte en het wordt gezien door een controleur dat die echt een fikse bekeuring krijgt. Dat zeg ik, wij zijn in onze gemeente nog niet zover. Omdat wij steeds anticiperen op de mensen zelf. We zien dat het heel veel overlast geeft. Dus wij blijven geloven in goede voorlichting. Zorgen dat er voldoende bakken staan. Dat ze op tijd gelegd worden. Dat dat nog effect zal hebben. Daar heb ik nog steeds hoop op. Oké. Okay. Nou, hopen dan in ieder geval dat het zwerfvuil minder wordt. Wouter? Ja, misschien in dat geval nog leuk aan te vullen. We beginnen natuurlijk met voorlichting bij de jeugd. En we hebben net de afvalroadshow gehad. Dat was dus een grote auto die heeft op het terrein van de zuivering gestaan. En de scholen, de hoogste klasse van school, die kwamen om de beurt. En die kregen daar echt van alles te zien. Met beeldschermen, dus heel modern. Echt gericht op de jeugd en op de toekomst. En konden ze ook dingen aanklikken om te kijken, doe ik het goed? Daarna, dat was iets van de 20 minuten. Daarna gingen ze dus het aanbiedstation op onder begeleiding. En er werd er dus verteld wat ik dus net verteld heb, wat er allemaal kan en mag en waar het allemaal heen gaat. En dat is wel heel mooi dat het weer opgepakt is. Ja. Jaren terug hadden we dat ook en dat was toen wegbezuinigd. Maar dit is op een andere manier weer binnengekomen. En ik denk, de toekomst ligt bij de jeugd. En ze maken even een periode mee. Dan zijn ze wat nonchalanter. Straks 15, 16, 17, waar gooien ze alles van eraf. Maar wat ze jong geleerd hebben, komt op een gegeven moment wel. Mijn moeder zei vroeger altijd, je moet het boompje buigen als het jong is. Dus als je begint met de jeugd voorlichting te geven, dan dat vergeten ze niet. Dat blijft hangen. Op een gegeven moment komt het weer. Hoeveel kilo,
gaat er gemiddeld genomen in een maand het dorp uit aan afval. Nou, dat is nog heel wat. Dat is 500.000 kilo. Dus dat is zo'n 100 vrachtwagens aan afval, hebben we het over alle afvalstromen, gaan per maand het dorp uit. Dat is niet gering, hè? Dat is heel veel. Misschien is het dan ook goed om te bekijken van wat kost dat nou de burger? Want het is een enorme dienst, hè, die geleverd wordt. Je moet je voorstellen welke een enorme rij vrachtwagens dat is. Iedere maand weer aan. Nou, dan gaan we even naar de tarieven kijken. Ja. Eerst is het denk ik goed om te zeggen, en dat zeggen wij toch wel met trots, dat wij als het gaat om de gemeentelijke lasten, dan hebben we het over de OZB, de reinigingsrechten waar dit programma over gaat, en de rioolrechten, de goedkoopste gemeente van Nederland zijn. Nou, dat vind ik toch iets. De dienst die wij leveren en hoe adequaat dat ook gebeurt, hè, want dat ziet ook iedereen, en dan van alle gemeenten de goedkoopste zijn, vind ik zelf iets om trots op te zijn. En ook iets om te proberen dat zo te houden. Nou, ik zet even mijn bril op, want het is goed om te zeggen van wat kost dat nou? Zo'n enorme dienst. Hè, dan hebben we het over alles wat er geleverd wordt en wat er zo al gewisseld is hier in dit programma. We hebben verschillende tarieven, dat weten de mensen denk ik thuis ook wel. Eenpersoons huishoudens betalen voor al die diensten die we zojuist hebben besproken €130 per jaar. Tweepersoonshuishoudens betalen €139 per jaar. En meer dan drie personen betalen €153 per jaar. Daar worden al deze diensten voor verricht. Nou, dat zijn denk ik, als je het zo noemt, is het toch weer €153. Maar als je je voorstelt welk werk daarvoor gebeurt, dan zeg je, het is onvoorstelbaar dat dat voor zo'n klein bedrag uitgevoerd kan worden. Ja, want als je terug zou rekenen van die 153, 105, dan is het €3 per week. Ja. En als je dat per dag zou rekenen, is het 30 cent. Nou, dat hebt u gelijk in. Er is nauwelijks welke dienst dan ook te bedenken die zo efficiënt en zo goedkoop uitgevoerd wordt. Dus ja, dat is toch iets waar wij als gemeente Bunschoten, maar ook alle medewerkers, toch trots op zijn. En waarvoor we ons uiterste best doen om die tarieven ook laag te houden. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil is per jaar een bedrag van €1.258.000 nodig. Wat wij betalen aan reinigingsrechten is voldoende om deze kosten te kunnen betalen. Ja. Wordt er nou ook nog wel gewerkt aan, zeg maar, om die kosten nog meer te drukken, dat het efficiënter kan? Ja, ja, dat wordt zeker. We zijn het traject ingegaan. In januari komt zeg maar de nieuwe contractperiode aan bod om het bedrijf, het restafval op te halen. Dat is beter gezegd, restafval. Dus zeg maar grijze kliko's en alles. Nou, daar verwachten we toch wel weer enige inschrijvingen die wellicht weer wat goedkoper zijn dan met de huidige. Want er is honger naar werk, dat weten we allemaal. En we zijn ook bezig om het hele afvalbeleid, dus dat gaan we de komende 2 jaar doen, helemaal grondig te herzien. Wat is de toekomst? Moet er nog meer aan de bron gescheiden worden? Of moeten we nascheiding? Daar is ook een grote discussie over in het land. We merken ook, en dat is ook leuk, dat de mensen die goed hun afval scheiden, dat die dus bellen. Onder andere naar Wouter en zeggen, ja, kan ik een kleinere container krijgen? Want mijn grijze container, daar zit maar een heel klein beetje in. Wat moet ik dan met zo'n grote container? Want als je het goed scheidt, dat weten we allemaal, dan zie je dat enorm in de grijze container. Hè? Dan heb je echt ruimte over, daar waar je vroeger nog wel eens even moest duwen. Nou, dat is eigenlijk bij bijna alle gezinnen al voorbij. Dus we gaan ook denken aan andere ophaalmiddelen, wellicht kleinere. We moeten natuurlijk wel heel goed uitkristalliseren en ook de mogelijkheid bieden tot een grotere container voor grotere gezinnen. Maar we gaan daar de komende 2 jaar echt nieuw beleid op maken. Ja, u hebt net verteld van al die stromen die dus zeg maar samenkomen, gaan de vrachtwagen in en worden weggebracht. Ja. Dan komen ze ergens aan en dan wordt er gerecycled. Ja. Wat wordt er nou van al die afvalstromen gemaakt? Ja. Nou, we beginnen maar eens met de blauwe kliko, hè, waar het oud papier, karton en zo in verzameld wordt. Ja, dat wordt allemaal gerecycled tot nieuw papier. Dus papier wat we in de winkels kopen, wat voor tal van mogelijkheden gebruikt wordt, dat is gemaakt van ons oude papier. Moet je nagaan, werd vroeger gewoon verbrand. Nou, dat is de eerste winst. Tweede is het groente, fruit en tuinafval. Dus alles wat in de bruine kliko komt, daar wordt compost van gemaakt. Wat doen we met compost? Dat is eigenlijk voedsel voor uw gazon. Dus als u meststoffen nodig hebt, omdat u denkt, nou, het moet allemaal wat beter groeien, dan gebruiken we die compost daarvoor.
Dat is eigenlijk een hele goede afvalstroom die heel goed hergebruikt wordt. Dan hebben we de plastics. Hè. Nou, daar wordt allerlei soorten nieuwe plastics van gemaakt. Daar worden vliesjacks van gemaakt. Tal van producten is de basis en dat zou je zo'n product niet zien. Plastics. Dus dat wordt echt allemaal hergebruikt. Op dit moment wordt het opgehaald, kost de burger niks, kost ons ook niks, nog met een subsidie van het Rijk. Het vervolg bij de verschillende staatssecretarissen moet uitwijzen of dat zo blijft. Of dat de opbrengsten, dus wat van het ingezamelde plastics gemaakt wordt, of dat voldoende is om de kosten ervan te betalen. Nou, en wat betreft die plastics is het ook goed. Wij horen nog alles wat geluiden van, ja, hoe moet dat nou in zo'n plastic zak, want dat waait weg en is er niet een ander ophaalmiddel. Juist omdat het nog een proef is en de zaak nog betaald wordt door onze regering, hebben bijna alle gemeenten ervoor gekozen om dat dan in plastic zakken te doen. Want we moeten kijken, we willen het heel graag en het is goed voor van alles en nog wat, ook voor het milieu, ook voor de portemonnee. Maar op het moment dat we zeggen, nou, dit is nu een vaste afvalstroom die gescheiden dient te worden, het is wet en regel, ja, dan gaan we natuurlijk ook weer kijken van welk ophaalmiddel hoort daar dan bij? Wat willen de burgers het liefste? Veel mensen zitten ook niet te wachten op nog een extra container, hè? Ook in, met het ruimtegebruik. Dus velen zullen zeggen, nou, ik heb nu de plastic zak gebruikt, laat maar. Nou, dat zijn allemaal dingen die moeten, zeg maar, de toekomst moeten we daar nog besluiten over nemen. Oké. Wouter, even kijken naar het overlaadstation, bijvoorbeeld ijzer, koper, dat soort zaken. Ja, er zitten dus allerlei spullen die hergebruikt kunnen worden. En dat wordt op het bedrijf, op het recyclebedrijf, wordt het allemaal uitgezocht. Koper, tin, ijzer, lood, alles heeft een waarde. En dat wordt dus uitgezocht, want je kan het niet door elkaar gooien, want dat is niet bruikbaar meer. Maar omdat dus in een oud ijzerbak wordt alles door elkaar gegooid en dan wordt het daar uitgezocht en dat levert ze geld erop. Wat gebeurt er nou met de chemicaliën? Want die worden toch ook wel rijkelijk gebruikt, dacht ik. Chemicaliën die gaan ook naar het bedrijf. En ja, de meeste chemicaliën zijn niet meer bruikbaar. Maar die worden dus afgebroken om het milieu zo min mogelijk te belasten. Heel veel bakolie wordt er ook gebracht en die wordt wel weer gebruikt. Maar wat ze daar nu precies van maken is mij niet helemaal bekend. Maar er is een steeds grotere vraag naar bakolie. Ze hebben heel graag, en ja, hier in het dorp, wat wil je nog meer, al die visbedrijven, breng je bakolie en drop het niet ergens in de sloot of in de weiland of tuit het in de riool. Breng het op baanweerstation, het wordt goed gebruikt en goed gerecycled. De kringloopwinkel aan de Zuidwijk, ja. Wat speelt die voor een rol binnen dit gebeuren? Toch een heel belangrijke rol. Het is zo dat als mensen spullen kwijt willen, nou dat zijn vaak huishoudelijke spullen, maar het is ook kleding, glaswerk, eigenlijk alle stromen die we zojuist al hebben besproken en ze zijn nog bruikbaar, raad ik de mensen aan, breng ze naar de kringloop. Een geweldig bedrijf, echt waar. Niet alleen zorgen zij dat al die spullen weer verkocht worden, dus weer in, nou, onder de mensen gebracht worden, niet gestort of verbrand hoeven te worden. Maar daarnaast zijn de medewerkers van de kringloop ook mensen die gereactiveerd worden uit een bepaalde uitkeringssituatie, uit een bepaalde levenssituatie. Het is van groot belang, dus niet alleen wat zij doen op het gebied van het milieu, het hergebruiken, maar ook de werkgelegenheid die zij biedt aan mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Een stuk dagbesteding, een stuk reactivering doen zij. Dus het is, ik raad ook iedereen altijd aan, ik ben zelf oma van kleinkinderen. Als ik boekjes, spelletjes, en dat is vaak heel leeftijdsgebonden, hè? Want ze spelen natuurlijk met een boekje tot 2 jaar, lezen ze niet meer als ze 8 zijn. Loop eens naar de kringloop en ga nou eens kijken wat je daarvoor een klein bedrag kunt kopen. Ik neem altijd weer een doosje mee waar ze uit zijn. Dan zeg ik van nou, daar zijn ze nu te groot voor geworden. Gratis voor de kringloop en ik koop zelf weer nieuwe spullen. Ik bedoel, zo probeer je met elkaar A, het goede bedrijf de kringloop in de benen te houden, maar ook het milieu zo min mogelijk te belasten. Nou kom ik met een aanhangwagen vol. Ik heb de zolder opgeruimd, ik heb een aanhangwagen vol. Ik denk nou, ik rij naar de kringloop. Ik kom daar, maar ik weet ook voor mezelf al wel dat een gedeelte gewoon eigenlijk naar het overlaadstation moet. Hoe gaat dat? Het is zo dat de kringloop in principe alles aanneemt. Ze zegt wel, we hebben heel graag dat u met uw eigen beoordelingsvermogen de bruikbare spullen bij ons brengt. Want met al het andere afval hebben zij ook extra werk natuurlijk. Maar in het contract met de kringloop wat we hebben afgesloten is zo dat zij het allemaal aannemen. En dat zij zelf sorteren, dit is bruikbaar, verkoopbaar of nog te herstellen. Hè? Want soms is er iets stuk, maar de medewerkers van de kringloop kunnen ook nog wel wat. Die kunnen ook nog wel eens dingen herstellen, zodat het weer verkoopbaar is. En het overige storten zij op het overlaadstation. Okay.
Als je de mensen echt wil helpen, doe je een voorscheiding thuis en rij je een keer naar de kringloop en naar het overlaadstation. Maar mocht het u niet uitkomen of niet goed die scheiding kunnen maken, breng het dan gewoon bij de kringloop. Vroeger haalde de gemeente ook grof vuil op. Dat klopt, ja. Dat gebeurt niet meer, begrijp ik? Nee, die dienst is uitbesteed aan de kringloop. Dus als mensen grof vuil hebben, nou, denk aan bankstellen, bedden, tafels, dingen die ze kwijt willen. Bel je de kringloop, dan wordt er een afspraak gemaakt en het wordt opgehaald. Nou, ander soort grof vuil zijn bijvoorbeeld flinke snoeipakketten, hè, als je je tuin flink snoeit. Nou, die zijn soms voor de burgers ook niet klein te maken. Nou, dan houdt de gemeente twee keer per jaar een takkenronde, heet dat. Dat wordt ook altijd aangekondigd. Je belt, bundelt het mooi op de voorgeschreven manier en de gemeente haalt dat op. Ook weer een dienst die gratis wordt verstrekt. Zit allemaal in de tarieven van de reinigingsrichter. Ja, Wouter, een vraag is natuurlijk ook altijd van, komen jullie wel eens specifieke dingen tegen waarvan je zegt van nou, dat klinkt eigenlijk heel ongelooflijk? Ja, specifiek. Soms gebeurt het dat mensen bellen, dan zijn ze sleutels kwijt. Oh, die liggen in het kliko. Ja, of een rijbewijs is ook gebeurd. En een paspoort zelfs een keer. Ja, meestal kun je er niet zo heel veel aan doen. Ik raad de mensen dan meteen aan, is de vuilniswagen al geweest? Hoe laat? Bel de Rova. Ik zal ook de Rova bellen, dus dan is er van twee kanten. Dat ze de vracht uit Bunschoten tegenhouden en dat die nog apart gestort wordt. Maar ja, het is zoeken naar een speld in Hooiberg. Want een paspoort, een sleutelbos in een samengeperste hoeveelheid afval. Nou, je begrijpt zelf wel, ja, dat... Ik heb ook eigenlijk nooit meer gehoord van mensen, ja, ik heb hem gevonden, dan is weer terecht. Dat hoor ik niet. Nee. Dus echt, ja, specifiek, ja, misschien, ja, een humoristisch dingetje. Ja, dat is een keer gebeurd. Echt maar wat waarschijnlijk best stevige ruzie gehad heeft. En toen kwam de man op het aanwezigstation bij de beheerder en die kwam met de complete garderobe van mijn vrouw en die wou die dus dumpen. Dus de jongen zegt, wat gebeurt hier? Maar ja, je kunt je daar op een moment niet mee bemoeien. Maar toen die weg was, hebben ze eruit gehaald. En nou, wat vragen, toen kwamen we erachter wie die vrouw was. Dus het is allemaal weer bij haar terechtgekomen. Maar dan sta je wel even te kijken, als iemand met zulke grote ogen en die gooit alles dan in die container. Dus dat is wel een hele leuke. Maar ja, uiteraard, ja, gebeurt dat niet wekelijks gelukkig. Want dan zou je niet meer weten wat je overkwam. Beiden, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan en zeker ook de Los bedankt voor deze reportage en ik wens jullie alle succes. Dank u. Ik sluit het daarmee aan.